Welkom allemaal bij de persconferentie na afloop van de wedstrijd SC Cambuur tegen FC Emmen. Die wedstrijd kende een 0-0 ruststand, eindstand 1-0, een doelpunt op 74 minuten van Martijn Barto. Ik wou graag de beide trainers hun visie en analyse willen geven van deze wedstrijd. Ik geef graag het woord eerst aan Dick Lukien, de trainer van Emmen. Dankjewel. Nou, vermakelijke wedstrijd denk ik. Niet een typische Jupiler League wedstrijd. Beide ploegen zijn in staat om flexibel te spelen in de speelwijze, maar ook in de spelopvatting. Daar hadden wij ons ook op geprepareerd. Ik denk dat we de eerste helft goed aan de wedstrijd zijn begonnen. Cambuur wilde gaan stormen, dat wisten we van tevoren. Nou, dat lukte denk ik niet het eerste kwartier. Dat had alles met ons te maken en misschien ook wel een beetje met het feit dat Cambuur iets te onnauwkeurig was. Ik denk dat we in de middenfase van de eerste helft geluk hebben gehad. Want toen was Cambuur duidelijk de betere ploeg. Kregen een aantal open kansen. Met natuurlijk de mooiste, die van der Streek. Goede aanval over de rechterkant. Ik denk dat we ons voor de pauze nog weer herstellen. En ik vond ons ook weer goed de kleedkamer uitkomen. Dus in de rust een aantal dingen besproken. We hadden in het middenveld eigenlijk een man over. Omdat Cambuur heel snel met Hoefdraad eraf ging. Nou, die konden wij in de eerste helft eigenlijk niet vinden. Dat was na de pauze beter verzorgd. Ik vond dat we beter in de wedstrijd kwamen. Ondanks het feit dat Cambuur de betere kansen had. Ja, en des te zuurder dat we door een totaal onnodige inspeelpaas van Tim Siekman die wedstrijd verliezen. Ik denk dat als je naar de kansenverhouding kijkt, dat absoluut verdiend is. Dat Cambuur die overwinning ook had verdiend. Maar ik denk ook dat het onnodig is geweest. Want wij geven die goal weg. En de wedstrijd was eigenlijk al een beetje naar onze kant aan het kantelen. Want je weet ook dat de tijd dan een rol gaat spelen. Dat het publiek misschien wel een negatieve rol kan gaan spelen. Alhoewel die wel erg op de kant van Cambuur waren. Daar heb ik ook wel van genoten. Ja, dus al met al wel een terechte nederlaag. En dat stemt mij ontevreden. Maar aan de andere kant ben ik ook wel tevreden over de manier waarop wij ons hier gepresenteerd hebben. Want ik denk dat wij tegen een goede ploeg hebben gespeeld. Misschien wel een van de beste ploegen in de Jupiler League. En wij bereiden ons wederom voor op een... Volgende week een hele belangrijke wedstrijd die wij moeten winnen tegen Achilles. Dus Cambuur gefeliciteerd. Dankjewel. Sepp Hulshoff. Nou, ik denk dat Dick het heel mooi heeft omschreven. Ik vind het mooie is ook dat Emmen, wat hij zelf ook zegt, wil voetballen. En heel veel clubs of teams die komen hier om niet te voetballen. Dus dat gaf ook een hele mooie open wedstrijd, zeker voor het publiek. Hè, waarbij Emmen ook dit keer met een 3 centrale verdedigers speelde. Nou, dat is ook vaak lastig. Hè. We hebben dat zelf ook vaak gespeeld. Dan weet je ook hoe lastig het daar doorheen komen is. En ik vond ook dat het zeker vanaf de 10 minuten tot de 30 minuten hebben we daaruit 3-4 grote kansen gecreëerd. JJ Hoefdraad nog op de paal en Sander van Streek, wat Dick net ook benoemde. 1-1 met de keeper, goede redding van de keeper. Einde van de eerste helft nam Emmer misschien het heft een klein beetje over. Ook wij in de rust worden wat orde op zaken gesteld. We zijn iets meer man op man gespeeld op middenveld, hè, door iets meer duidelijkheid te creëren. En ik vond wel dat wij zeker de tweede helft totaal onder controle hadden. En wat Dick zegt over die goal, ja, dat is voor ons een omschakelmoment. We hebben er van de week ook heel veel over gehad. Ballen veroveren, dicht bij de goal. Ook vooruit durven spelen. Nou, dat gebeurde nou. En dan wil ik ook nog even wat mensen eruit halen. Want ik vond dat Barto een geweldige ingeval is. Nou, toch een beetje gepikeerd omdat hij niet speelde. Nou, hij heeft toch wel laten zien wat zijn waarde is voor Cambuur. Dus dat is geweldig goed gedaan. Ook Jamiro Montero, ik denk dat hij vandaag grandioos was. En dus als er vandaag ook clubs op de tribune hebben gezeten, dan wordt het nog heel gevaarlijk voor ons denk ik om hem te houden. Want hij was echt weergeloos. Hij heeft deze week ook gespeeld met Capverdi in Luxemburg, 25 minuutjes interland. En ja, die speelde gewoon grandioos. En ook wat Dick net aangaf, ik denk dat het publiek vandaag ons tot het einde heeft gesteund. En zeker het begin van de tweede helft zijn ze massaal achter gaan staan op 0-0. Tot het einde onze meegesleept in deze wedstrijd en uiteindelijk een dik verdiende overwinning voor Cambuur.